Hallo. Daar gaan we dan. Ik duik het diepe in en begin aan een nieuw avontuur als amateuristische professional in deze nieuwe tak van de wielersport. In 1 jaar naar de top van de gravelwereld? Ik neem jullie in deze serie mee. Ik ben Douwe Doorduin en ik ben de slechtste gravelprof van de Benelux. Ahoy landrotten! Oké, kijk, water. En welkom op het strand van Egmond. Ik ben hier om mijn allereerste strandrace ooit te fietsen. En met welke strandrace kan je beter beginnen dan de allergrootste strandrace van Nederland? Egmond Pier Egmond. Ik fiets trouwens Egmond Pier Egmond niet zomaar. Nee. Ik fiets de business race voor Live Slow Ride Fast. Jazeker, ik ben binnengedrongen bij de conculega's. Ik weet helemaal niks van strandracen. Daarom hebben we dit als kerstverse gravelprof extra professioneel aangepakt. En zijn we op donderdag al afkomen reizen naar Egmond. Want ik moet ook in 2 dagen leren om op het strand te fietsen. Jij gaat als prof? Als prof bij de business race fietsen. Ja. ik weet niks van strandracen af, dus ik heb maar gewoon ja gezegd. En zo begin ik dus compleet zonder ervaring, zonder strandfiets en zonder idee waar ik aan begin aan deze strandspecial. Met als doel team LSRF naar de overwinning helpen in de zwaar bevochten business race van Egmond Pier Egmond. En daar zit een verhaaltje achter. Je zou denken dat met Laurens ten Dam en Thomas Dekker in je gelederen je die wedstrijd toch wel even zou winnen, toch? Maar nee, die zijn namelijk weggekaapt door het team van hoofdsponsor GP Groot. Dus wat doe je dan als LSRF zijnde? Precies, dan bel je de slechtste gravelprof van de Benelux om het harde werk te doen. Tijd voor een crash course. Op naar Service Koers om mijn Drenthe 200 mountainbike om te bouwen naar strandfiets. Entree. Alright, hoe maak je van een mountainbike een strandfiets? Maar ik heb dus nog nooit een strandrace gefietst. Je gaat nu echt schrikken, zeg maar. Het wordt nu heel anders dan dat je ooit gewend bent, zeg maar. Voor iemand die met een mountainbike een keer een strandrace wil rijden, ja, is dit allemaal wel goed te doen. Als je meer wil, zeg maar, vaker wil rijden, moet je gewoon een heel andere type fiets hebben. Daar staat. Ja. Andere setups. Nee, want ik heb wel ongeveer de slechtste banden meegenomen die je kan steken. Ja. Dit is eigenlijk precies wat je niet wil. Nee. Maar wat wil je dan wel? Nou, om een klein beetje competitief te zijn in een strandrace heb je in ieder geval specifieke strandbanden en een grotere versnelling nodig. En dat is nog best lastig op een MTB. Soms gaat het tegen de 60 sommige stukjes. En als het zoals het er nu naar uitziet, staat de wind pal van voren. Dus, ja, dus de heenweg wordt makkelijk sparen. En de terugweg wordt verschrikkelijk. Ja. Huppatee. Hier komt een dikke jepper. 42 is eigenlijk helemaal niet zo heel groot. Je hebt het voordeel, wat ik net al zei, je hebt het voordeel dat je een 10 hebt. Ja, anders werd het ingewikkeld. 42-11 had je wel, denk ik, aardig lopen spollen, ja, wind je mee. Eigenlijk het grootste onderdeel van het hele strandrace, hè, dit. De banden. Ja. En eigenlijk ook de wielen. Want ik heb nu normale mountainbike wielen. Ja. Maar eigenlijk wil je ze nog breder hebben. Eigenlijk wel. Ja, wij maken de meeste banden of velgen met 35 mm intern. 35 mm. Wat je met de strandband eigenlijk wil is het liefst helemaal geen profiel. Nee. Want je wil het minste weerstand, dus bijna hetzelfde op de weg. Ja. Een zo laag mogelijke druk rijden. Ja. Ja, als je per ongeluk je bandenspanning net even te laag hebt, heb je dat gevoel ook. Ja. Als je dan een bocht instuurt en alsof je helemaal de bocht uit wilt dweilen. Ja. Als je een brede velg hebt, is er gewoon een stuk meer stabiliteit. Dus niet alleen daarvoor in de bochten, maar je kan dus wel een lagere bandenspanning rijden. En heb je dus meer oppervlak van je band, dus zak je minder diep in het zand. Nou ja. Maar Tom, heb je nog tips voor de aerodynamica? Want dat zit hier natuurlijk niet altijd best mee, hè? Je kan hier van die horentjes krijgen, dan kun je jezelf wat kleiner maken. Ja. Voor zaterdag? En zo maak je dus in een handomdraai en voor een paar honderd euro van je mountainbike een echte strandracer. Egmond Pier Egmond ga je er niet mee winnen, maar als het goed genoeg is voor de slechtste gravelprof van de Benelux, is het ook goed genoeg voor jou. De fiets van Laurens en die van mij. We gaan vandaag Egmond Pier Egmond verkennen. Ik heb afgesproken bij Service Koers met Jasper Okkeloen. Die organiseert een ritje. Dus ja, dat leek me perfect om mee te gaan.
Nou, dan gaan we erachter komen of ik op het strand kan fietsen. Of je het wel kan bijhouden. Ja. We hopen niet te veel inspanning te doen, want het is morgen wel gewoon koers. Maar ja, aan de andere kant. No what's, no glory. Een kekshirtje toch? Ja. Dus voor de wedstrijd heb ik wedstrijdkleding gekregen voor het Le Slow Ride Fast Team. Dit of wijnrood. Maar vanaf deze afstand zie je dat het gewoon prima zit. Ja. Ja, ja, die helm maakt het echt helemaal af. Prima. Doen we het wel gewoon zo. Ja. Dit is toch prima? Ja. Heb je ook wel een beetje fatsoenlijke sokken? Dat is van Jasper. Kijk, sokkeloen. Je hebt ze binnenste te buiten. Nee, dat hoort zo. Oh, nou jongens, dit is echt de generale voor morgen. Want morgen gaat het allemaal iets minder ontspannen, denk ik. Kijk, dit is nee, dit ga normale ik niet... douwe. Dit is normale nee, douwe. Dit ga ik niet op de film. Hoezo ga je het niet op de film zetten? Nee, dat kan gewoon echt... hoe ik ben. Nou, oké. Okay. Hier. Oh my god, ik durf het bijna niet te laten zien, jongens. Dit is toch gewoon echt niet te doen. Het ziet er wel kek uit. Ja. En na het veel te lang uitzoeken van het perfecte shirtje voor de verkenning, arriveren we bij Service Course voor mijn strandontmaagding. Want hoe kun je je beter voorbereiden op Egmond Pier Egmond dan door een parcoursverkenning met Nederlands een Europees kampioen strandrace Jasper Okkeloen, Europees kampioen strandrace en Nederlands kampioen op de weg Rianne Marcus en oud-winnares Egmond Pier Egmond Roxanne Kneteman. Om maar een paar te noemen, hè. En ik dus, Strandleek. Ben je zenuwachtig? Nee. Voor vandaag niet, voor morgen. Daar gaan we dan, mijn strandontmaagding. Dit is zo mooi! Ha, genieten. Het strand. Het parcours van Egmond Pier Egmond voert je in 38 kilometer, niet geheel verrassend, van de boulevard in Egmond aan Zee naar het keerpunt bij de pier van IJmuiden en terug naar de boulevard. Maar het is niet zo makkelijk als je denkt. Een strandrace is namelijk een soort vreemde mix tussen een waaierkoers en een veldrit. Zo moet je 3 keer het strand af om bepaalde hindernissen te nemen. Bij het keerpunt bij de pier, bij Wijk aan Zee en bij Castricum. Hier wordt de wedstrijd vaak beslist en is stuurmanskunst, en ik zeg het maar, ervaring essentieel. Dus het is ook gewoon crossen. Nou, we doen dit nu 20 minuten. En ik ben er nu al achter dat dit het mooiste is wat je op de fiets kunt doen in Nederland. In de winter. En terwijl ik mij waag aan de hindernissen in de duinen, is Irene druk bezig met het maken van nieuwe vrienden op het strand. Nou, dit is wel serious business, jongens. Nee jongens, kom op, blijven fietsen, blijven fietsen. Ik krijg weer een lift. Maak je een vlog? Ja, ik maak een vlog. Wat ga jij morgen doen? Morgen hebben wij een druk programma. Wij beginnen met dranghekken neer te zetten. Daarna gaan wij een rondje rijden over het strand of er geen rare dingen aangespoeld zijn. In de zin van hout, touwen of plastic. Maar ook dat er geen zeehonden liggen. Ja, die moet ik weghalen. Ik heb zo'n kist achterop. Hier staat die. Daar gaan ze in. In die grijze kist. Hey, ik zie daar ook wat op het strand liggen. Ja, precies. Nou, daar rijden we weer even naartoe. Dit is een boei. Het is wel leuk dat je er even bij bent, dan kun je ook zien wat het is. Ja. Oh ja. Ja. Die wordt gebruikt als markering. De beest is... Hoppa. Daar heb ik wel mee. Ze denken dat hier niks gebeurt langs de kust, maar ze zijn hier continu bezig om de boel in de gaten te houden. Joh, wij kunnen wel gewoon een hele vlog alleen hier al over maken. Dit is beslissend voor de top. En hier het makkelijkste doorheen en het snelste natuurlijk.
Want als je eenmaal op de weg bent, dan winnen alleen maar de sprinters. Want waar is dan de finish? Oh, dit is wel gaaf. Ja. Ja. Hier is de finish. Gaaf, mijn vriend. Ga door! Kom op! Ja, dit kan ik wel. Tada! Vertel, hoe was ik? Hoe was het? Het was heel leuk. Ja, dat was echt super. Was het afzien? Nee, ja. Nog niet. Nog morgen. Niet, een beetje. Wat gaat hij het voordoen? Omdat het net niet goed ging, wil hij even laten zien dat hij het toch kan. Ah, ja. 3, 2. Volop. Hey Douwe, hoe waren de benen eigenlijk vandaag? Het zijn benen waar ik mij geen zorgen over maak voor de aankomende. Ik ga er niet in met het idee van ik ga hier die business race winnen of top 10 rijden of zo. Maar ik denk wel dat ik mee kan doen met de wedstrijd in plaats van. Nou, dat zou fijn zijn als prof. Maar was deze crashcourse genoeg om competitief te zijn bij de grootste strandrace van Nederland? Vandaag start ik met ruim 2700 andere mannen en vrouwen aan de beproeving. Bij de business race ruim 400 deelnemers. Gaat het ons lukken om team LSRF in de kijker te rijden? Ik zou nog wel even willen slapen. Kom. Heb je goede benen? Geen idee. Voor de wedstrijd ga ik nog op zoek naar mijn grote conculega's voor wat last minute advies. Iedereen nog bezig met de laatste voorbereidingen? Ik zit dan een beetje koud te krijgen. Zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? Wel een beetje. Ja, echt? Ja, toch een beetje gezonde wedstrijdspanning. Jij kan ook gewoon bij iemand die veel beter is in het wiel te zitten. Ja, gewoon geconcentreerd in het wiel zitten. Ja. In het begin, voordat je erop rijdt, een beetje nerveus. Ja. Maar zit je dan even over die eerste adem heen. Okay, gewoon zo van, dat je denkt, het gaat vanzelf makkelijker worden. Ja. Okay. En als het niet makkelijker wordt, dan ben je gewoon niet te hard gegaan. Dan maakt het niet uit, maar dan heb je het wel geprobeerd. Ja, toch? Ja. Ze heeft me gevonden. En ben jij nou zenuwachtig? Ik heb mezelf helemaal ingedekt tot en met. Gisteren teruggekomen van wintersport. Maar de business race willen we wel winnen, hè? Ja, die willen we winnen. Ik fiets vandaag voor LSRF. Ja, ja, maar jij fiets helemaal niet voor LSRF. Ik ben groot, ja, ik ben weggekocht. Ik ben weggekocht door de hoofdsponsor van Egmond. Maar dat is nu tegen je rij. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het wordt leuk, het wordt een leuke dag. Ja, succes aan. Dankjewel, dankjewel. Jij ook, hè? Ja, merci. Nou, daar gaan ze dan. Daarachter, in het startpak daarachter, daar start business race. Oké. Dit is echt, er staan heel veel mensen al. Heel veel mensen voor jou. Ja. Die starten echt heel veel. Ja. Dus jullie kunnen heel veel mensen inhalen. Het is natuurlijk vandaag 7 januari 2022, de 22e editie van Egmond Pier Egmond. En ik wens de deelnemers veel succes. We wachten op het startschot van de burgemeester van Burgen, de heer Las Voskuil. Die staat daar. Ja, en daar zijn ze al. En we zien meteen de meeting op. En dan zijn ze op de weg. En dan zien we de Europese kampioen in de testen. En dan gaan we nog af van de meter. En maken ons op voor de wedstrijd van de vrouwen. Die zo. Nou, dit gaat Douwe nog wel inhalen, denk ik. Gaan! Gaat ie. Nou, we zijn zo op de weg. En we zijn weg voor Egmond Pier Egmond, mijn allereerste strandrace ooit. Een massa start met 400 man. Gelukkig start ik een beetje voorin.
En welkom trouwens bij mijn allereerste race-analyse ooit. Nou, we gaan kijken of een strandrace voor een wielrenner echt zo'n grote culture shock is. Ik doe in de eerste meters wat voorzichtig aan, want met die strandbanden op de gladde steentjes, dat is vragen om problemen. We gaan het strand op en daar wordt direct gevallen. Ik zit een beetje achter de valpartij, daar schrik ik een beetje van. Dus het momentum is weg en ik moet een gaatje laten naar de eerste groep. Maar geen paniek. De eerste helft van Egmond Pier Egmond is alleen maar over het strand. En met Paul wind tegen kom je in dit soort situaties makkelijk terug in het peloton. Ik krijg ook goed hulp van deze meneer van GP Groot. Daarvoor dank. En we zijn na een korte inspanning van 30 seconden of zo terug in het peloton. Nou, en ik maak hier wat mee, joh. Wat het probleem gaat zijn, is als je wat door kan rijden, is dat je dit moet gaan doen om die groepen die je in gaan halen. Ja. Omdat je best wel uit een hele snelle groep vandaan komt, ga je al heel snel mensen inhalen. Dus dat is gevaarlijker, zeg maar, als die... Ja, precies. Dan moet je gewoon... moet een beetje uitkijken op slingers. Ja. Want er is wind en mensen die zien betere stukken strand of minder goede stukken, dus die gaan opeens of naar links of naar rechts. Ja. En dan gaat iedereen achterna. Ja. Je kent het is een harmonica effect. Dus als je iets meer van achter zit, dan heb je opeens een slinger. Ja, dus voorin zitten en als je niet voorin zit, stiekem iets meer afstand houden. Ja. En hier gebeurt precies wat Dennis zei. We halen het vrouwenpeloton in en je merkt dat het direct een stuk nerveuzer wordt. Je zou denken dat je op het strand alle ruimte hebt om te fietsen, maar je bent toch echt afhankelijk van de wind en de mensen om je heen. En het wordt hier steeds nerveuzer. En om mijzelf een beetje te beschermen, besluit ik af en toe even dwars door de wind op te schuiven. Ik ben niet de enige met dat idee. Maar mijn benen voelen goed en ik heb het idee dat met die inspanningjes mijn wedstrijd niet verloren gaat. Nou, hier het engste moment van de koers. Door de wind ontstaat er een zwieper en rijden we bijna met het hele peloton het publiek in. Doodeng! Maar het ging allemaal goed. Verder probeer ik mij vooral te focussen op de dingen die mij geleerd zijn. Attent voorin rijden, niet te veel kracht verspillen en wachten op het keerpunt bij de pier van IJmuiden. Ondertussen verder achter in het veld. Nou, dit is meer een veldcross geworden. Ze rennen allemaal. Dank je. Nou, daar gaan we dan. Het eerste beslissende moment van de wedstrijd. De eerste strandafgang. En ik moet direct bekennen, ik zit te ver van achter. Ik heb me te veel laten wegdringen. En het tempo ligt direct heel hoog. Ik probeer hier zoveel mogelijk plekjes in te halen, maar het lukt niet helemaal. En alles wordt op het lint getrokken op het asfaltstuk naar de eerste echte hindernis. De trap. En daar doemt hij op uit de duinen. Als je denkt dat de strandrace alleen maar keihard fietsen is, dan heb je het mis. Want ik sta hier gewoon in de file. Zo zie je echt dat dit soort punten doorslaggevend zijn voor de wedstrijd. Als je hier voorin aan de trap begint, dan win je zoveel tijd. Maar ja, dat doe ik niet. En hierna komt een heel mul stuk zand. En ik als echte wielrenner kan dat natuurlijk niet geweldig. Ik verlies hier een paar posities en we gaan met een rotgang de strandafgang af. En maken ons op voor het eerste stuk win mee terug. Hier wordt de wedstrijd gewonnen of verloren. En ik moet persoonlijk zeggen dat ik dit soort dingen echt geweldig vind. Keihard wattage trappen met win mee. Oké, dit zijn de hekkensluiters. De laatste twee mannen. Nou... Zet hem op, jongens. Alright, komt die tweede strandafgang. En ik heb hier een heel cheeky shortcut gevonden. Als je al die mensen aan de linkerkant bekijkt, wij pakken een andere lijn. Dit is de lijn die Thijs Sonneveld ook wilde nemen. Die had er niet zoveel profijt van, maar ik hem wel. We draaien hier een klein lusje door Wijk aan Zee met een asfaltklimmetje en een parkeerplaats. En dan komt de volgende grote hindernis. Een heel zanderige strandafgang. En daar gaat het helemaal mis. Ik kom weer achter een valpartij te zitten. Pak aan de bodem van de strandafgang de verkeerde lijn. Kom vast te zitten in meelzand. En ja hoor, het is gebeurd. Douwe moet afstappen tijdens Egmond Pier Egmond.
Ah, zonde. Ik verlies hier best wel veel posities. En dat betekent dat ik in het aankomende stuk echt het gaspedaal vol open moet gooien. En ik denk dat het verschil inmiddels met koploper en Oekeloenen nummer 2 tijdens de 22e editie van de FOP Airbond een meter of 300 is. Er rijdt zo'n 85 kilometer hier op het strand. Daar komt hij, de volgende strandafgang bij Castricamazee. Het gaat allemaal maar net goed. Wow, nu ik dit terugkijk is het wel echt sketchy. En ik merk dat ik mijn koers echt goed heb ingedeeld. Ik begin hier mensen in te halen. Ik rij rond met best wel wat overschot. En ik neem de hindernissen hier goed. Zoals deze trap naar beneden. Kwam mijn mountainbike trouwens goed van pas. Hier in de afdaling bij Castricum is de meest fameuze hindernis van Egmond Pier Egmond. De strobalen. De balkjes. Jasper Okkeloen springt hier overheen. Ik ben niet zo goed. Ik moet van de fiets af. Deze man hier voor me trouwens niet. Dat heb ik helemaal niet gezien tijdens de wedstrijd. Zie ik nu pas. En na deze hindernissen is het eigenlijk een rechte streep terug naar de finish. En hier moet echt alles eruit. Wil ik een goede positie halen in Egmond Pier Egmond? Wil ik een goede tijd neerzetten voor Team Live Slow Ride Fast? Dan moet echt alles er nu uit. Oh, en dit ging zo hard. 54 kilometer per uur. Prachtig strand. Ik haal hier Tessa Neefjes in. Die wordt derde bij de vrouwen. Tessa, ze gaat mee. Dan kom je na een flinke inspanning aan bij Egmond. Verkeerde spoor bereikt. Stijn blijft vooruit. Stijn blijft vooruit. Ja, ik word tiende. Win Stijn. Dat zijn de eerste van de oranje. Dus Douwe kan ook elk moment komen. En hier gaat het op het laatste moment toch nog allemaal fout, hè. Oh, jongens. Het is hier zo mul. Ik was daar even niet op voorbereid en moet van de fiets af. Verliezen hier weer een paar plaatsjes. Is het echt heel hard sprinten naar de streep. Het is hier chaos trouwens. Gaan hier overal mensen op een plaat. Ik heb het niet op beeld. Want met die zandbanden heb je natuurlijk helemaal geen grip. Ik voel me net een klassementsrenner. Elke seconde telt voor een goede uitslag. En kom hier uiteindelijk als 33ste binnen met een tijd van 1 uur 13 minuten en 5 seconden. Als je het mij vraagt, helemaal niet verkeerd voor een allereerste strandrace. Super, super leuk. Hey, zo jongen. Heb je Rianne gewonnen? Ja, Rianne heeft gewonnen. Super. En jij jongen, gaaf. Super leuk, echt genoten. Ging super goed, had echt geweldig been. Alleen die technische stukken kon ik niet, maar voor de rest kon ik echt keihard rijden. Hé, hey, hebben jullie wel een medaille? Ja. Huh? Kon je daar halen. Ging goed? Prima. Ja? Ja, ging echt lekker. Ja, echt goed. Beetje. Maatje. Goed gaan? Ja hoor, heerlijk. Conditioneel was het gewoon, voor mijn doen was het, kom ik er wel weer. Maar ja, ik ben gewoon helemaal niks van die strand op en afgangen. Dat is maar gewoon bluffen en hopen dat je op de fiets blijft zitten. Maar ben je een keer gevallen? Nee. Ik ben wel een paar keer van de fiets afgemoeten, maar positief verrast. Oké, nou, gaaf. Hoe heb je gefietst, Thomas? Ja, ik denk eigenlijk best wel goed. Ach, ja. Het was ik vond het geweldig voor de eerste keer. Ja, de volgende keer. Rennes is volgende week weer aansluit. Wel jammer dat die wedstrijd zo kort is. Wat dan? Ja, je hebt 1 uur 15 of zo. Nou ja, volgend jaar doen we Hoek van Holland en Helder. Het is zo'n grappige mix tussen een waaierkoers en een cyclocross. Nou, dit maakt het Drenthe 200 van vorige week wel weer even goed. Bij het strandafgang, daar ben ik weggereden. En vanaf daar heb ik het alleen kunnen doen. Is dit de eerste overwinning? Ja, eerste overwinning van het strand. Ja. Yes! Dit werkt, jongen. Ah, nee, zeker. Dat is mooi binnen. We weten nog steeds, ik zet wel een voice-over of we hebben gewonnen, ja of nee. Want ik weet niet hoe we zijn gefinished met het business team. We zijn alleen redelijk goed gefinished, volgens mij.
Ik ben gefinished in 1 uur 13 minuten en 5 seconden. Dat is 2 minuten langzamer dan Laurens en zo. Dus we hebben wel verloren van Laurens, helemaal genoeg. Ik ben 158ste algemeen geworden, dat is mijn algemene tijd. Dus ik kan nu zeggen dat ik de 158ste strandracer ben van de wereld. Officieus wereldkampioenschap strandracen, echt bompje, echt mond. Echt een leuk avontuur dit. De video duurt waarschijnlijk gigantisch lang, maar was echt heel leuk. Proost, hè? Proost. Wij vieren het met een patatje horen. Zo is het. Was leuk. Doei, kijkers. Ja, tot de volgende. Weet niet wat we gaan doen. Dus we gaan naar België, we gaan naar Velofolies. Maar ik denk niet dat we daar een video van gaan maken. Dus ik heb geen flauw idee wat hierna komt. Tot de volgende. Hallo beste mensen. Hoe zou jij het vinden om mijn baas te worden? Jazeker, jij kan nu eigenaar worden, een beetje, van Douwe Doet Dingen. Door dingendoener te worden. Als dingendoener krijg jij toegang tot een maandelijkse exclusieve podcast van mij. Je wordt lid van de Raad van Toezicht. Jawel. Dat is een WhatsApp-groep met mij erin. Dat gaat vast goed. En je krijgt toegang tot de Dingendoenersdag. Ja, een exclusieve dag met fietsen, een eten, een... mij? Jazeker, zorg ervoor dat de slechtste gravelprof van de Benelux zijn baan kan behouden door onderdeel te worden van het bedrijf. Maar even serieus, op deze manier steun je mij financieel en zorg je ervoor dat ik op onafhankelijke basis video's kan blijven maken. En dat is natuurlijk super gaaf. Mijn dank is groot,